Oude meubels in het atrium en het restaurant van Zorgplein Maaswaarden in Wijkenaalburg zijn vervangen en krijgen een mooie nieuwe bestemming. Blije bewoners en een blij bestuurder, kan ik erbij zeggen. Ik ben hier sinds acht maanden. En de eerste vraag die ik ze ongeveer kreeg toen ik binnenkwam was: kunnen we meedoen aan de loop voor Hoop voor Altena? En dat hebben we gedaan met twee teams van Maaswaarden uit. En zo is het balletje gaan rollen: dat we twee dingen naast elkaar zijn gaan doen. We wilden graag het restaurant opknappen. En wat kunnen we dan met onze oude meubels doen? En alles kwam heel mooi bij elkaar in de afgelopen paar weken. Dus een groot deel van onze oude meubels. zijn naar het inloophuis gegaan in Woudrichem. Nou, vind ik echt geweldig dat we dat mee kunnen ondersteunen. Ook weer ten goede van de gemeente. En nou, wij willen ons verbinden met de gemeente en de dorpskernen in de gemeente. En voor onze bewoners hebben we nu een heel mooi opgeknapt restaurant en atrium. De nieuwe opgerichte stichting Inloophuis Altena. Is zeer blij met de samenwerking. We hebben een, een mooie deal kunnen maken. We hebben heel veel meubelen gekregen van, van Maasvaren in Wijk en Aalburg. Die kwamen op het goede moment beschikbaar. En we hadden met eh, een van de bestuursleden daar een goede ingang. Dus we hebben de afgelopen weken het een en ander hierheen mogen halen. En eh, we zijn nu op het punt dat we het echt willen gaan, gaan inrichten en, en echt een beetje mooi maken. Ja, de stichting eh, vandaag officieel. En wanneer staat de officiële opening gepland? Tot nog toe is de officiële datum 15 januari waarmee we de opening willen gaan doen. En dat ziet eruit dat we dat wel gaan halen. Tot slot, wie verwachten jullie hier te gaan ontvangen na de 15e? Wat we gaan ontvangen, hopen we en verwachten we, zijn mensen die uh, in ja, de loop der jaren iets met, met de ziekte kanker uh, te maken hebben gehad. Uh, dat kunnen patiënten, ex-patiënten zijn, uh, partners, familieleden daarvan. En dat is ook de doelgroep waar eigenlijk we, we op ons richten. Uh, mensen die daarmee te maken hebben, willen graag wel eens wat informatie of willen in gesprek gaan met, met ja, noem het maar, lotgenoten. En die ruimte willen we ze eigenlijk hier gaan bieden.